de velden speelt weer met Van Rootselaar, De Waard, Kuipers en Paul Vriend nu als vijf, als langeman, als center. Nou, scoren. Probeer te scoren. Probeer die aansluiting te krijgen. Dan moet hij er nu maar in. Okkerteveld, hoog op en goed. Oh, jongens. Toch is die spankrachtig. 71 Nederland, 72 Spanje. 2 minuten en 5 seconden nu. 1 punt verschil. Hou die zone goed. Geef die vrije worp, blijf maar niet die lange palen daar in de buurt van de ring. Epi. Berioukov. Raak. Oei. Het is een klasse schutter. Oh, let nou toch op Oene. 71-74. Balverlies nu twee keer achter elkaar. In zo'n moment. Dan geef je het weg. En dat moet juist niet. Je hebt zo'n lekkere wedstrijd gespeeld. Prachtig. Teruggepakt. Van Rootselaar tegen Sanepi. Ga door. Maak hem nou af. Zo ja. Okkerteveld. 73 Nederland. 74 Spanje. 1 minuut en 21 nog. Hij is over het algemeen erg rustig, te velden. Jong uit Bad Hoeverdorp, studeert in Amsterdam, 74 gelijk. Keurig, jongens. En nu kijken wat de Spanjaarden doen. Hebben zij koud bloed? Martinez. Lazo is de guard. Berioukov, dit is Lazo, die durft niet te schieten. Berioukov willen ze wel het schot geven. Sanepi in de hoek, bal omhoog en bal goed. Spanje 2 punten voor. 74-76. Binnen de minuut. Nu moet je scoren. Hoe dan ook. Je moet scoren. Paul Vriend. Geef geen kans meer aan de jongens. Jos Kuipers, geen flashy, geen gekke passes. Gewoon scoren. Probeer het. Nou, daar gaat Kees van Rootselaar. En nu? Fout van Lazo. 39/16 seconde nog, om precies te zijn. Nederland 74, Spanje 76. Kees van Rootselaar, dit zijn vrij belangrijke vrije worpen, joh. Toon je rust. Juist, heel goed. Dit zijn zijn rapportcijfers, maar dit is een belangrijke bal. Die zit. 76-76. En we krijgen nog één keer balbezit, dat is zeker. Dat is absoluut zeker. Maar ja, kunnen de Spanjaarden scoren? Het Joegoslavische publiek volledig op de hand van Nederland. 76 gelijk. Nog 24 seconden. Let op Berioukov, let op San Epifanio. Dit is Lazo, nog 17 seconden. Gelijke stand. Bal is voor. Is voor. Is voor, oh damn it! Is voor Spanje en nu nog 9 seconden. Een driepunt. Een driepunter van Rootselaar. De Waard niet. Krijgt die bal vrij. Dan gaat de bal omhoog. Nee, het is niet waar. En Spanje wint. Het is niet waar. Het is triest voor de jongens. Er zit, het is niet gegund. Die laatste bal, ook die twijfelde nog even. En Nederland verliest hier zijn eerste wedstrijd met 2 punten verschil. De Spanjaarden kwamen terug. Ze waren er al bij 57-58. De Nederlandse jongens hadden veerkracht tot en met. Maar het zat er net niet in.